Dag lieve mensen, zijn we weer. Stappen met Specialized Concept Store te Apeldoorn. Nou ja, gelukkig staan we droog, want het is nogal slecht weer. Misschien hoor je het wel het weer kletteren op het dak. Oh nee. Misschien hoor je wel de regen kletteren op het dak. Maar goed, Sinterklaas is het land nog niet uit. Of we hebben natuurlijk de kerstdagen weer voor de deur staan. Kerstboom alweer opnieuw geplant. In de hoek, zo ver mogelijk weg. Oh nee, sorry. Dat heeft ze goed gedaan. Gisteren is er gepost op Facebook en Instagram wat kerstboom-ideetjes. Ik zal ze even langs laten komen. Er zijn mooie nieuwe wintersokken. Die zijn van een hoge vezel gemaakt, zodat er wat meer warmte isoleert wat beter. Er zijn nieuwe zadeltasjes van Specialized die makkelijker onder het zadel blijven hangen. Een nieuw model, nieuwe uitvoering. Dan hebben we het spoormoneetje. Winanda Spoor, een welbekende wielrenster, heeft van oude tubes hier leuke dingetjes van gemaakt. En dit is een portemonneetje, vandaar het spoormoneetje. Leuk idee, hè? Staan ook op onze webshop. Dan heb ik hier Pokpak. Zeg ik dat goed? Pokpak. Je weet wel, als je gaat fietsen en je telefoon achter in de zak, allemaal nat, kleverig. Nou ja, nu hebben we dus een etui, transparant. Je kunt de telefoon kan je gewoon gebruiken, bedienen. Je kan foto's maken, er zit een extra schermpje op. Dus voor het behoud van je telefoon. En in leuke designs ook op onze webshop. Nou ja, koud en nat. Zonder winterschoen kom je natuurlijk nergens. Zowel in race als in mountainbike uitvoering. Volgens mij in alle maten voorraad, dus kom passen. Dit is een cadeau wat altijd heel erg goed doet. Een pizza snijder in de vorm van een racefiets. Wat ik al zei, ook op onze webshop verkrijgbaar. Omdat het geen weer is om buiten te fietsen, is binnenfiets natuurlijk uitermate populair. Wij werken met elite en tax trainers. Ik heb nog een paar over de datum overjarige trainers staan. Er staan nog een paar op webshop. En anders kom langs om die dingen mee te nemen en je suf te trainen om in vorm te raken voor komend seizoen.